Hoi, leuk dat je kijkt. Ik wil je iets vertellen over patronen. En patronen zijn overal om ons heen, in huis, in de natuur en ook in kunst. En wat is een patroon? Nou, een patroon is de herhaling van dezelfde vorm. Kijk, ik zal het even voordoen. Ik heb hier een wit blad liggen en ik heb een zwarte stip. En ik zet een stip. Een zwarte stip op een wit papier. En nu zet ik nog een stip. Nog één. En zo ga ik even door. En zie je dat het nu een patroon aan het worden is? Het is een patroon. Ik heb een patroon gemaakt. Nou, nu heb ik samen met Jent gekeken wat voor voorwerpen wij in huis hebben waar patronen op zitten. Kijk je even mee. Nou, wij staan er klaar voor om patronen te gaan zoeken, hè Jente? Ja. Oké, ga maar op zoek. Ik zie de eerste al. Jouw mooie blauwe jurk. Wat vind jij allemaal voor patronen? Ik ga met je mee. Oh, het kleedje. Ja, dat is echt een mooi patroon. Kijk, wel met verschillende kleuren. En er is steeds een herhaling. Oké, de volgende. Wat kun je nog meer vinden voor patronen? Oh, ja, dit kussen. Eigenlijk is de voorkant van het kussen een patroon. En de achterkant ook, want het zijn al die strepen. Oké, zullen we nog verder op zoek gaan? Wat vind je nog meer? Wow, wauw. Ja, dat is een heel mooi patroon op de jurk van die pop, zeg. Ja. Hé, en ik zie eigenlijk nog een patroon waar de pop op ligt. Ik zie dat de stoel, ja, die heb ik zelf gemaakt, maar die zat niet helemaal netjes ingestopt, nu wel. Ja, kijk, dit is ook een patroon. Zie je? Ja. Dat heb ik zo genaaid. Oké. Nou, misschien moeten we even naar de gang. Oké, naar de gang. Hartjes? Oh, ja. Hartjes op Jente de Vest. Een bodywarmer met stippen erop. Ik kijk even zo verder in ons huis. Oh, kijk. Dit zijn allemaal schrootjes en die hebben we geschilderd en die vormen samen ook een patroon. Ah, daar wordt Jente's jas nog even voor de camera gehouden. Die heeft ook allemaal stippen. Mooi. Zullen we naar de keuken lopen? Ja. Oké. Eerst moet ik dit even opruimen. Oh, wat goed van jou dat jij dit weer opruimt. Nou, wat zien we hier in de keuken? Ah! Ja, blaadjes van de theedoek. Mooi. En ik zie de tegels. Die zijn ook in een patroon getekend. En die handdoek ook. Wauw. En even kijken. Weet je wat zelfs een patroon is? Oh, nu zie je mij vooral. Maar de gaatjes in het raampje van de magnetron. Het is een bijengraatvorm. Dat is zelfs een patroon. Oh, en op de koelkast hangen foto's van ons. En daar zitten magneetjes bij. Die hebben ook allemaal een vorm. En deze van een vestje. Oh ja, van het vestje wat je vroeger aan had. Ja, dat is ook weer nog een patroon. Jongen, wat vinden wij al veel patronen in ons huis. En deze. Oh. Ah, daar heb je ook al een patroon aan. En deze. Ja, jij zit vol met patronen. Kijk, ik heb vandaag een rokje aan met een patroon. En ook nog, even kijken of je dat goed kan bekijken, ook nog een t-shirt met een patroon. En Jente heeft een patroon op de jurk. Cool! Hier is het kunstwerk wat we hebben gemaakt van Kandinsky. Dat is inderdaad wat Jente zei. Die zei, die steentjes komen steeds weer terug. Dus dat is ook al een patroon. Nou, je hebt gezien dat wij best wel veel voorwerpen in ons huis hebben met een patroon erop. En ik ben wel benieuwd, zijn er bij jou thuis ook zoveel voorwerpen met een patroon erop? Ga maar eens op zoek. En van een aantal voorwerpen die ik heb gevonden, ga ik het patroon namaken of een beetje namaken. En daar maak ik uiteindelijk weer een nieuw kunstwerk met patronen. En een kunstenares die dat ook heel veel doet, die heet Yayoi Kusama. En zij maakt al hele coole dingen. Zoek haar maar eens op internet. Er komt nu weer een snelle video van het kunstwerk wat ik maak. Veel plezier met kijken, maar vooral heel erg veel plezier met maken. En ik ben natuurlijk weer erg benieuwd naar wat jij hebt gemaakt.
Vergeet je me niet een foto te sturen. Doeg!